Die gins komt dus dan wordt uit van je weer aan. Hij brengt dan Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hij is weer in het land Sinterklaas. Dit weekend kwam hij aan op het Eindhovenskanaal met zijn zwarte pieten. Opgewacht door duizenden ouders en kinderen. Ben je een beetje nerveus als Sinterklaas komt? Ja. Want, waarom? Omdat er bijvoorbeeld stoute kinderen zijn. Oh, denk je dat er stoute kinderen zijn in Eindhoven? Kan best. Maar ben je zelf wel lief geweest? Ja. Zwarte pieten Sinterklaas. Die komt zo met stoomboot snoepjes brengen. En wat nog meer? Wat neemt hij nog meer mee? Pepernoten. En ka? Chocoladelekkers. Heb jij er wel zin in? Ja! Hoeveel zin hebben jullie erin als Sinterklaas komt? Heel veel! Maar hoezo hebben jullie er zoveel zin in dan? Voor de pepernoten! Pepernoten verzamelen! Omdat het heel leuk is om voor de eerste keer om Sinterklaas te zien. Heerlijk, ik ben echt weer thuis aan het komen. Dit is voor Sinterklaas thuiskomen in Eindhoven. Moet je kijken, al die kindjes. Nou, ik geniet met volle teug. De Sint had het druk dit weekend, want ook in Gelderop werd zijn komst toegejuicht. Regenboogpiet, Witte Piet of Roetveegpiet in Eindhoven. De stad heeft al jaren alleen zwarte pieten. En dat valt in de smaak bij het publiek. Nieuw dit jaar is de Glutenpiet. Een piet die glutenvrije pepernoten uitdeelt. Dit is voor de eerste keer. Er zijn toch een aantal kinderen die mogen geen echte goede pepernoten, maar die zijn wel heel lekker hoor. Ja, en die moeten glutenvrije pieten of pepernoten hebben. Vandaar dat we er nu twee hebben op. Ze zijn herkenbaar, ze hebben een hele grote ballon bij zich. Denken jullie dat jullie veel cadeautjes krijgen dan? Ja. En waarom? Omdat we lief zijn. Ja, zijn jullie allemaal lief geweest? Maar Pit niet, want Pit die bijt ons en die slaat ons. Dat hij daar cadeautjes komt brengen. Ja, komt hij cadeautjes voor jou brengen? Ja. En ben je lief geweest dan? Dat weet ik. En zijn alle kinderen in Eindhoven lief geweest dan? Ja. Ja, bij mij ook. En hoeveel cadeautjes denk je dat er op de boot zitten dadelijk voor jou? 100.000. En 100 miljoen. Er zijn er wel heel veel. Nee. Ik denk wel 100.000. 2.000? En hoeveel zijn er dan voor jullie? 100.000. De Sint heeft drukke weken voor de boeg. Tijdens zijn verblijf in ons land overnacht hij in het Antoniushuis in Acht.